Dan komen we aan bij de video over Vlaams Belang. Vlaams Belang is de uiterst rechtse partij binnen Vlaanderen. Het is een extreem rechtse partij. Vlaams Belang is ontstaan uit de Volksunie, dezelfde partij waar N-VA uit is ontstaan. Vlaams Belang is een beetje een speciaal geval van deze zeven partijen, omdat het de enige partij is met een cordon sanitair. Wat is een cordon sanitair? Dit is een overeenkomst tussen alle partijen binnen België om nooit een coalitie te vormen met Vlaams Belang. Waarom bestaat het cordon sanitair? Het cordon sanitair bestaat al 27 jaar en dit omdat zij de antiracismewet en antidiscriminatiewet overtreden hebben. En 27 jaar geleden beslissen hierdoor dus alle andere partijen binnen België dat zij niet willen samenwerken met een partij die zo fundamenteel hun waarden niet deelt, die dus niet vindt dat alle mensen gelijk zijn. Vlaams Belang kan dus eigenlijk nooit in een coalitie komen. En ze kunnen enkel aan de macht komen met een absolute meerderheid. Maar dit is in ons meerderheidsstelsel vrij onmogelijk. Dus Vlaams Belang kan eigenlijk nooit in de regering zitten. Dit weerhoudt hun niet om veel stemmen te halen. Ze halen meestal wel veel procent van de stemmen. Dus ze zijn toch wel een belangrijke partij en een belangrijke stem in ons politieke landschap. Want ook vanuit de oppositie kunnen zij veel macht uitoefenen. Hun eerste thema is een onafhankelijk Vlaanderen. Zij zijn van mening dat elk probleem in onze samenleving een communautair probleem is. Wat is een communautair probleem? Dat wil zeggen dat het een probleem is dat veroorzaakt wordt door de taalgrens. Dus tussen Vlaanderen en Wallonië. De taalgrens moet dus ook een juridische grens worden, als een sociale en een politieke grens. Ze willen niet meer dat er geld van Vlaanderen naar Wallonië gaat. Vlaams geld blijft in Vlaanderen. Zij kiezen dus resoluut voor een onafhankelijk Vlaanderen, maar ze zouden wel goede banden willen onderhouden met het buurland Wallonië. Zij vinden dat Vlamingen hun eigen beleid moeten kunnen bepalen en dat Wallonië daar eigenlijk niet veel mee te maken heeft. Het volgende thema is een vrij Europa. Vlaams Belang is een pro-Europese partij, aangezien zij vinden dat Europa ons welvaart en vrede heeft gebracht. Maar zij vinden dat Europa in een foute richting evolueert. Europa evolueert volgens hen in de richting van een superstaat, die steeds meer ingrijpt in de bevoegdheden van de lidstaten. En hier willen zij een halt aan toeroepen. Zij willen vermijden dat een onafhankelijk Vlaanderen uiteindelijk zou eindigen als een soort provincie binnen Europa en dan toch die soevereiniteit weer kwijt is. Zij willen de euro opdoeken en een muntunie het leven inroepen met staten met allemaal een ongeveer dezelfde economische achtergrond. Om zo te vermijden dat het geld van de rijkere staten onrechtstreeks terecht zou komen bij de armeren. Zij willen ook de Schengenzone afschaffen, zodat alle staten hun eigen grenzen weer kunnen controleren. De Schengenzone is een zone binnen de Europese Unie waarin er vrijhandel van goederen en diensten en mensen is. En Turkije is voor hen niet welkom in de Europese Unie, aangezien het geen Europees land is. Het volgende thema noemen zij gastvrij, maar niet gek. Vlamingen moeten zich opnieuw thuis kunnen voelen in hun eigen land. Zij willen het migratiebeleid verstrengen. De regels van gezinshereniging moeten verstrengd worden. Afgewezen asielzoekers, illegale en criminelen moeten effectief naar hun land van herkomst gerepatrieerd worden. Vreemdelingen die zich legaal in Vlaanderen gevestigd hebben, die moeten zich aanpassen aan onze manier van samenleven en niet omgekeerd. Zij die dit niet kunnen of niet willen, moeten aangemoedigd worden om terug te keren naar land van herkomst. Hun volgende thema is criminaliteit. Zij willen de criminaliteit aanpakken. Zij willen een kordate aanpak en een beleid van preventie, snelle reactie, alternatieve en effectieve straffen. Er moet een einde komen aan de feitelijke straffeloosheid. Dus het feit dat sommige mensen geen effectieve straf krijgen voor hun daden en uiteindelijk dus niet naar de gevangenis moeten. Ze willen de gevangeniscapaciteit verhogen, waardoor er meer plaatsen zijn in de gevangenis. Criminele vreemdelingen moeten hun straf uitzitten in hun land van herkomst. Zij willen werk maken van een volwaardig jeugdsanctierecht. Ze willen dat iedereen die oud genoeg is om een misdrijf te plegen, ook oud genoeg is om ervoor gestraft te worden. Zij willen gerichte grenscontroles om crimineel toerisme tegen te gaan. En zij willen de politie hiervoor ook meer middelen geven. Hun volgende thema is een sociaal Vlaanderen. Zij willen een goed uitgebouwd en goed georganiseerde sociale zekerheid om armoede en vooral verdoken armoede in Vlaanderen te bestrijden. Het moet een efficiënt opvangnet zijn voor mensen die om ernstige reden niet aan het economische proces kunnen bijdragen. Mensen die 40 jaar gewerkt hebben en bijgedragen hebben, moeten garantie hebben op een volwaardig pensioen.
Het zorgnet moet iets van ons zijn, dus niet voor Wallonië, ook niet voor de rest van de wereld. Het moet duidelijk afgebakend zijn naar wie het geld gaat en waarom. En dit moet ook transparant zijn naar de mensen die eraan bijdragen. Hun laatste thema is een welvarend Vlaanderen. Ze willen een beleid dat volop inzet op innovatie, onderzoek en ontwikkeling. De eigen economie en industrie moeten maximale ontplooiingskansen krijgen. En de aantrekkelijkheid van Vlaamse bedrijven naar het buitenland toe moet omhoog om zo investeerders aan te trekken. Dit kan door lagere lasten, eenvoudige en transparante regelgeving, meer rechtszekerheid en minder administratieve druk om de welvaart en het welzijn van de komende generaties te garanderen. Hier grijpen zij terug naar het onafhankelijk Vlaanderen. Zij vinden dat het sociaal-economisch beleid afgestemd moet kunnen worden op de eigen specifieke noden en behoeften van Vlaanderen en de Vlaamse bevolking. Dit waren de hoofdstandpunten voor de verkiezingen van Vlaams Belang. Als jullie deze standpunten interessant vinden en er meer over willen weten, dan kunnen jullie hieronder zoeken. Daar heb ik een link geplaatst waar deze standpunten nog een keer terugkomen. En ook andere standpunten worden toegelicht of, deze standpunten verder uitgelegd. Wederom ga ik zeggen dat ik hoop dat jullie andere video's ook bekijken, want het, het is natuurlijk niet hetzelfde als jullie enkel video's kijken van de partijen waar jullie het mee eens zijn. Dus om echt iets bij te leren en een visie te verruimen, kunnen jullie best alle video's kijken. Dus ik hoop dat jullie het interessant vonden, ik hoop dat jullie iets bijgeleerd hebben. En als jullie andere verzoekjes hebben voor video's, mogen jullie dat hier altijd in de comments achterlaten. En ja, bedankt voor het kijken sowieso.